vaste Gamo's hier. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we weer het spelletje Hunter Wise. En vandaag is het wel echt heel ziek. Want namelijk alle kisten zijn de helft voor de prijs. Dus we kunnen nu 2 kisten openen in plaats 1, zeg maar. Dus dat is wel heel nice. Het is trouwens wel een gesponsorde video. Ik heb al een aantal video's voor Hunter Wise gemaakt. Maar weet je, het spel zelf vind ik ook echt leuk. Dus daarom blijf ik het ook gewoon doen. Weet je, als het spel echt kut was, dan had ik het niet gedaan. Maar het spel is gewoon super nice. En als je het zelf wil spelen, check het natuurlijk. Link staat in de beschrijving. Dan kan je het zelf ook spelen. Maar eerst wil ik jullie natuurlijk allemaal vragen om even dat duimpje omhoog achter te laten. Zouden we 800 likes kunnen halen? Zou al heel awesome zijn. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Maar laten we deze video maar gewoon meteen beginnen met de kist. Zoals je hier ziet, 50% af van alle kisten zijn eraf. En ook van de coins. Dus als je coins wil kopen, gaat er ook 50% van af. Maar laten we eerst maar een kingskist doen. Daarna een epic kist en daarna een legendarische kist. Dan gaan we alle soorten kisten erbij langs. Dus eerst de kingskist. Met 14 kaarten. Oké, let's go. Come on. Hopelijk zit er even wat spullen in die ik kan gebruiken. En ik wil eigenlijk ook spelen met nieuwe kaarten. Waar ik nog niet echt mee heb gespeeld. Nice. Dit is een nieuwe kaart. Daar heb ik nog niet mee gespeeld. Die ziet er wel sterk uit. We krijgen nog een soort van vuurbal en we krijgen nog 40 coins. Dat is wel chill. Die moet dan hierbij staan. Ja, dit is inderdaad een nieuwe kaart. Het is wel een dure kaart. Die kost gewoon 7. Ik kan hem alvast in ieder geval even upgraden. Dan gaan we dat alvast doen. Die wil ik alvast wel gaan gebruiken. Die wil ik dan... Voor welke kaart zou ik hem inruilen? Doe ik hem voor deze kaart. Ja, dan doe ik het zo. En misschien dat we zo meteen nog meer kaarten kunnen krijgen. Wat zijn dit trouwens? Dit is een soort van vuurbalachtig iets. Weet je wat? Ik ga deze ook helemaal upgraden en dan gaan we die ook gebruiken. Dan gaan we eens even kijken wat deze kaart precies inhoudt. Die kunnen we dan hier neerzetten. Oké, maar door naar de volgende. Nu een epic kist. Let's go! Ik hoop dat ik een nieuwe hunter kan krijgen. Dat zal wel even heel nice zijn. Oeh, Archer. Ik denk dat dat een hele chill is. Dus die gaan we sowieso gebruiken. Die kunnen we dan meteen upgraden. Waar is Archer? Die staat hier. Ja, die ga ik dan meteen upgraden. Ik vind dat heel chill, dit soort troepen die van afstand kunnen schieten. Dus ik ga hem sowieso gebruiken. Hij kost 4. Voor welke zal ik hem doen? Nee, hij kost 3. Ik doe hem wel voor deze, want die heb ik nog niet zo'n hoog level. Dan zijn dit, denk ik, de troepen die ik zo meteen ga gebruiken. Of ik moet nog een zieke kaart krijgen uit deze legendarische kist. Maar dat gaan we nu kijken. Come on. We krijgen Rapid Arrow. Ik kan trouwens niet altijd alles goed uitspreken. Mijn Engels is soms een beetje slecht. Oké, deze had ik al. Dus die kunnen we eventueel verder upgraden. We krijgen nog een stone. En we krijgen nog 200 coins. Dus dat is wel echt super chill. Maar dan waren dit de 3 kisten die ik voor nu in ieder geval ga openen. Trouwens, de hunters zijn ook gewoon in de cel. Echt alles in het spel is in de cel. Alles is 50% af. Dus deze kunnen we ook kopen. Maar ik ga eerst met de Pyro spelen. Daarna ga ik met deze spelen en daarna met deze. Dan gaan we met 3 verschillende hunters spelen. Maar laten we nu maar een battle spelen. En hopelijk kunnen we dan meteen even dit potje winnen. Dat zal even nice zijn. En dan gaan we aan het eind van de video gaan we gewoon nog meer kisten openen. Oké, let's go. Het eerste potje. Dan moet ik even meteen goed gaan spelen. Ik zet wel even meteen die nieuwe kaart in. Oh ja, ik weet al. Ik heb deze kaart al wel eens eerder gezien. Dat is een kaart die gaat dan echt keihard op die toren af. En dan als hij helemaal op die toren is, dan doet hij echt ziek veel damage. Ik zet hierachter allemaal boogschutters neer. Dan doe ik hier even een damage. Oh ja, zag je dat? Hij ontplofte. Maar misschien dat we nu even mooi wat damage kunnen doen met die boogschutters. Ik zal even daar wat hits doen. Holy shit, dit ziet er goed uit. Ik zal hier trouwens ook even boogschutters neerzetten om te verdedigen. En ondertussen hebben we bijna die linker toren. Nice, dit gaat wel lekker vlot op deze manier. Aan die rechterkant kan ik die aanval ook heel makkelijk verdedigen. Weet je wat? We gaan gewoon meteen voor de 3 kronen. Dan doe ik hier even de grote bom. Bot! Holy shit, dat was wel een dikke explosie. Dit ziet eruit dat we dit gewoon heel makkelijk gaan winnen. Zet ik hier nog even een boogschutter bij neer. En oké. Ik kan over 1 seconde weer een special attack inzetten. Dan doe je zoveel damage. Over 5 seconden nog eentje. 4, 3, 2. Kan ik die nog net inzetten voordat ik dood ga? Ja, die kan ik nog net inzetten. Holy shit, ik zal hier trouwens even zo'n bom neerzetten. Want als hij zo meteen die toren haalt... Oh, trouwens, ik moet die wel even verdedigen. Anders... Oh, ik moet eerst respawnen. Anders kan hij misschien nog mijn toren neerhalen. Dat moet ook natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dan zet ik ondertussen hier even die grote bom neer. Ja, en dan denk ik als hij zo meteen zijn toren neerhaalt... Hier even een grote bom trouwens om te verdedigen. Dan verdedig ik daar de boel ook. Als die grote bom zijn toren haalt, dan heb ik gewonnen.
Ik denk dat hij mijn hand hoppatee. Ja, inderdaad. Dan ontploft hij en dan doet hij ziek veel damage. Die is zo overpowered. Ik speelde mee. Ik dacht, oh ja, dat was die kaart ook weer. Echt super nice. Oké, het eerste potje hebben we dus meteen gewonnen. Maar dan wil ik nog even met de andere hunters spelen. Want ik heb nog twee hunters die ik niet vrij heb gespeeld. Dat zijn deze twee. Ik ga eerst even deze vrij spelen. Nou, die kan ik kopen met edelstenen. Hij is nu 50% off, dus nu is ook de tijd om hem te kopen. Ga ik even alles maximaal upgraden, zorgen dat hij zo goed mogelijk is. En dan gaan we dan met deze kaart ook even een potje spelen. Nou, ik heb ondertussen alles zo ver mogelijk geüpgraded. Ik wil eigenlijk nog even een andere kaart voor deze. Welke zou ik doen? Weet je wat? Ik ga nog even een kist openen. Dan hoop ik dat we nog even wat nieuwe kaarten kunnen krijgen. Want nu zijn deze kisten natuurlijk zo ziekelijk goedkoop. Dus dan moet ik ze eigenlijk nu gebruiken ook. Oei, yo, ik krijg nu echt vet veel van die kaarten. Die ik eigenlijk wou wisselen, die kerel. Maar we openen er nog één. Even kijken of we nieuwe kaarten kunnen krijgen. Kom op, even iets nieuws. Dat zou mooi zijn. Come on. Oh, die is nieuw. Oké, Knight. Dat is een nieuwe kaart. Knight, die hebben we al wel. Maar die zou ik eventueel verder kunnen upgraden. En weer coins erbij. Ik wil eigenlijk nog een nieuwe vechtkaart. Oké, dit wordt die laatste kist. En dan gaan we het volgende potje spelen. En dan kan ik in ieder geval wat kaarten upgraden. Dat is ook chill. Oh, weer allemaal nieuwe kaarten. We krijgen echt superveel nieuwe dingen, man. Dat is chill. Yo, daar krijgen we ook echt superveel van. Die zouden we eventueel ook kunnen upgraden. Weet je wat? Ik hou deze wel even in mijn deck. Dan kan ik deze verder upgraden. Dan is hij gewoon level 6 nu gewoon. Dus dat is best hoog. Die heb ik level 3, 4 en die level 6. Dus dat zijn echt hoge levels. Oké, dan laat ik het hier even bij. Dan gaan we nu met deze gaan we potje spelen. En dan kan ik nog verder upgraden. Yo, ik kan zoveel upgrades doen op deze manier. Door al die kisten te openen. Dat is echt niet normaal. Oké, let's go. Potje nummer 2. Ik heb nu als hunter trouwens weer een ranger. Die had ik net ook. Daar kan je van afstand schieten. Dat is op zich wel chill. Want dat betekent dat je gewoon lekker een beetje achter kan blijven. Dan gaan we volop via deze kant. Weer allemaal boogschutters. Dan wacht ik heel even. Of zou ik die grote bom alvast neerzetten? Nee, daar wacht ik nog heel even mee. Ik doe hier trouwens even een special attack. Dan zie ik nu ook wat die special attacks inhouden. Woejo, ik kan nog een keer. Kan ik nog een keer die special attack? Nee, dat lukt nu niet nog een keer. Ik respawn in een paar seconden. Oh shit, hij heeft trouwens mijn toren nu neer. Ik doe hier even die reuzenbom. Dan gaan we nu volop via die kant. Zet ik hier nog een boogschutter neer. Ondertussen ga ik hier wel verdedigen aan de rechterkant. Want anders kan hij misschien mijn toren neerkrijgen. En dat moet ook niet gebeuren. Gaan we hier even die special attack doen. Ik weet niet precies of dan blijven ze stilstaan ofzo. Ik zal hier nog even een boogschutter doen. Maar kijk, let op. Die grote bom kwam bij zijn toren. En dan heb je in één keer zijn toren neer. Dat is echt niet normaal. Oké, die kaart is zo overpowered. Dat is echt sowieso de beste kaart. En ik ben nu ondertussen level 3. Dus dat is ook mooi. Dan kan ik nu misschien wel nieuwe kaarten krijgen. En al mijn hunters en zo worden ook beter en mijn torens. Dus ik vind het alleen maar hartstikke mooi. Maar dan gaan we het laatste potje nog even spelen met de laatste hunter. Dat is deze hunter. Ik kan deze nog even upgraden. Dan hebben we hem nu zeg maar zo ver mogelijk geüpgrade. En dan ben ik benieuwd hoe hij speelt. Maar dan gaan we eerst nog even wat kisten openen. Want misschien dat we wat nieuwe kaarten gaan krijgen omdat ik een level up ben. Misschien dat je dan betere kaarten kan vrijspelen. Gaan we nu achterkomen? Oké, die is op zich wel goed. Volgens mij zijn al... Ja, nice, deze wil ik hebben. Holy shit, die kan ik dan nog verder upgraden. Dan is hij ziek overpowered. Die kaart is echt de beste kaart. Oké, we gaan nog één kist openen. En dan bewaar ik de rest van mijn diamanten, zeg maar. Maar dan hoop ik dat ik nog even een nieuwe kaart krijg. Ik krijg wel allemaal nieuwe spreuken en dingen om mijn hunters te upgraden. Maar ik ben in ieder geval heel blij met deze kaart. Want die kan ik dan verder upgraden. En dan is hij nog veel sterker. Dat is echt minimaal. Dit is sowieso een van de beste kaarten van het spel. En nu kan ik deze ook nog verder upgraden. Dus dat is ook chill. Mijn hunters worden zo goed. Maar laten we het laatste potje maar gaan spelen. En hopelijk kan ik deze dan ook nog even winnen. Ik denk het wel. Want deze kaarten die ik nu heb zijn echt gewoon perfect. Oké, let's go. Volgend potje. Ik moet nu helaas wel tegen iemand van level 5. Dus die heeft waarschijnlijk wel redelijk hoge troepen. Ik begin hier met wat boogschutters. Dat vind ik wel chille kaarten. En dan kunnen we meteen die special attack doen. Die is zo sterk. Dat is echt niet normaal. Nog meer boogschutters. Dan probeer ik meteen die toren daar neer te krijgen. Dat zal wel even nice zijn. Oh shit. Oejo, die troepen zijn echt niet normaal sterk. Check dan. Al mijn boogschutters zijn nu al gewoon dood. What the fuck. Dat slaat echt helemaal nergens op. Oh, die special attack was een beetje misgeplaatst. Hier even een boogschutter neerzetten. Zetten we hier ook nog een boogschutter neer. En dan verdedigen we daar een beetje. Dan krijgt hij in ieder geval niet meteen mijn toren neer. Oejo, mijn tegenstander. Die troepen van hem zijn echt veel te hoog qua level. Hier even een attack doen. Hoppatee. Dan heb ik in ieder geval wat damage voorkomen. Dan gaan we nu gewoon volop via deze kant. Volop via deze kant aanvallen. Dan mag hij maar mooi die linkertoren. Dan gaan we gewoon zo snel mogelijk zijn toren neer proberen te halen. Zal even nice zijn als het gaat lukken. Special attack.
Kom on, zetten we nog een boogschutter er neer. We gaan allebei volop op de toren. En ik denk dat ik dit net ga winnen. We kunnen een special tag weer doen. Holy shit, ik denk dat ik deze race ga winnen. Ja. Hoppakee, we hebben gewonnen. Nice. Hij ging volop op mijn toren. Ik ging volop op zijn toren. En uiteindelijk ben ik de winnaar. Dus dat is chill. Dan hebben we gewoon alle potjes gewonnen in deze video. Dat is wel heel nice. En super veel kisten kunnen openen. Weet je wat? We sluiten... Oh, hier kan ik ook nog een kist openen. Deze had ik vrijgespeeld door te spelen. Dus dan kunnen we deze even openen. Wat krijgen we? Ah, niet heel veel goede kaarten. Nou ja, in vergelijking met die grote kist is dat natuurlijk ook net iets minder. Maar holy shit, wat was dit een video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik heb dus alle hunters nu vrijgespeeld. En daarmee kan ik dus nu allemaal spelen. Maar zoals ik aan het begin van de video al zei. Je kan het spel natuurlijk zelf ook downloaden. Link zit in de beschrijving. Maar hierbij laat ik het. Vergeet natuurlijk ook geen duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk. Ik zie jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond. Dan vind je dit filmpje wat hier staat. Ook wel leuk. Waarschijnlijk. Hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn. Dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouws Army. Yeah!